Verlies. Het overlijden van een dierbare. We krijgen er allemaal mee te maken. Humanitas, steun bij rouw, helpt mensen dit verlies te verwerken. In Doetinchem is een hele bijzondere lotgenotengroep. Oké, heel erg welkom allemaal. Ik wil graag eerst een woord geven aan Els. Els heeft een hele bijzondere dag achter de rug. Leo is 15 maart overleden en dat is een uitvaart geweest met heel weinig mensen vanwege de corona. En gisteren zijn jullie met een grote groep, hebben jullie afscheid genomen van Leo. Ja, gisteren. En dat was Leo's verjaardag, 11 augustus. En toen hebben we hem herdacht met ongeveer 75 mensen. En ik moet zeggen, dat was heel bijzonder. Heel bijzonder. Fijn dat het gewoon allemaal zo goed gegaan is en ja. Dat je er een goed gevoel aan overhoudt. Ja, geeft me een heel goed gevoel. Nou. Ik hoop dat ik een beetje rustig word nou van binnen. Maar die rust heb ik hier al, dat ik sinds dat ik hier gekomen ben, fantastisch. Ja. Kijk er naar uit, zondagsmiddags. Leuk om te horen ook, Els. Ja. Ja. Mensen die allemaal hetzelfde verdriet hier voelen. Als je thuis komt, er is niemand die je begroet. Je bent alleen. Wij voelen hetzelfde wat het is om alleen te zijn. Hè? Ik begeleid inmiddels 15 jaar lotgenotengroepen vanuit Humanitas. En ik schilder al vele jaren. Ik merkte de stap naar een lotgenotengroep, dat was voor sommigen een behoorlijke drempel. Nu zijn we dus inderdaad ook het schilderen erbij gaan doen. Hier, als je deze kleur er met die iets mengt, dan krijg je iets meer dat, met het rood. Juist die kleur, hè? Ja. En dan kun je kiezen uit deze twee welke je het meest naar voren wil halen. Ja. Anja heeft 2 keer een partner verloren. Haar eerste man toen ze 30 was en haar tweede man 8 jaar geleden. Na het overlijden van mijn tweede man ben ik les gaan nemen. Ja, toen ik dit gevonden had, denk ik van, oh, wat een rijkdom. Eigenlijk ben ik nu een beetje emotioneel dat ik dit daardoor kan doen, dat ik dit ontdekt heb. Dus is dit schilderen en dan ook nog eens een keer met lotgenoten. Ja, dat is ook een enorme rijkdom. Je kunt het delen, je kunt je onzekerheid kwijt, want je bent zo onzeker als je man overlijdt. Dus het brengt mij gewoon ontzettend veel. Ja. En af en toe, je kunt het ook heel goed zien, af en toe even afstand nemen. Ja, klopt. En dan, dan heb je het overzicht. Ja, precies. Kijk goed. Ja. Welke kleur wil je? Een lichtgroene? Ja, zachtgroene? Oké. Okay. Ja, zie je dat? Als je op het doek mengt, dat je hele mooie effecten krijgt. Okay. En ook, kijk, en dit ook, hè? Zie je dat? Mag rustig dik blijven. Op zo'n manier kun je dus die... Probeer een mooie tulp neer te zetten die bij Leeuwen als een prachtige bos op de kist stond. Dus vandaar die tulp. Ik vind het een beetje lastig, een beetje moeilijk om de kleur erin te krijgen. Maar ook dat zal gaan lukken. Hij helpt. Dat was zijn lievelingsbloem dus. Ja. Dus zo probeer ik het maar verder. Oh, je gaat de achtergrond... Ja, ik vind hem te gelig. Je zou eens bij Anja kunnen kijken hoe ze dat aangebracht heeft. Als je dat op dezelfde manier aan zou brengen, dan haal je die strepen weg. Ja, je voelt hetzelfde. Je hebt zo'n immense pijn van binnen. Dat kan je niet vertellen tegen je beste familie, vrienden. Allemaal leven ze met je mee en toch, hun hebben dat ook meegemaakt. En dan, en met een half woord voel je het, kun je ook samen je tranen laten gaan. Ja, daar krijg je, tenminste ik persoonlijk, maar dat hoor ik ook, beluister ik ook aan anderen, daar krijg je kracht van. Want je voelt je niet meer zo alleen. Ja. Wat ik altijd zeg van dat begrip, want de buitenwereld is zo hard. Ja, en dat is door Humanitas natuurlijk, hè, is dat dan. Ik denk van wat fantastisch dat die mogelijkheid er is. Dat eigenlijk veel meer mensen daarvan ook moeten weten. Dat het zo belangrijk is dat je weer verder kunt. Verder kunt in je rouw. Het verdriet gaat nooit over. Maar ik mis mijn man vreselijk. Ik doe mijn best om weer verder te gaan. En dat doet deze groep met en het schilderen samen. Ja, daarmee kun je weer vooruit. Door het schilderen ben ik weer de oude Anja geworden, zeg maar.
stel dat iemand denkt, goh, ik zou wel vrijwilliger, ik zou dat wel willen doen. Wat zou je tegen zo iemand zeggen? Ik heb verschillende die dat zijn gaan doen. Wat ruimer na de periode dat ze bij mij aan de lotgenotengroep deelgenomen hebben. Je moet er ook een beetje geschikt voor zijn. Ik denk ook niet dat iedereen zomaar die rouwbegeleiding kan doen. Ik zou zeggen, wat leuk dat je dat wilt gaan doen. We gaan gesprekken aan en we gaan kijken of dat inderdaad iets voor jou is. Ik zou daar dus gewoon ook iets meer over willen vertellen wat het allemaal inhoudt. Voor meer informatie, geldelandhelpt.nl. Bedankt voor het kijken.